Ik krijg leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 27 juli tot en met zondag 2 augustus. Ik zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de kreeft gaat brengen. Dan lijkt het kreeft alsof deze week een week is met wat pieken en dalen. Ik heb het gevoel dat je absoluut voor jezelf het idee hebt dat je een bepaalde overwinning gaat behalen. Je voelt je ook echt ergens heel erg doorgesterkt. Maar ik heb ook het idee dat er wat dingen zijn waar je niet zo goed weet wat je er nu eigenlijk mee moet. En ik heb ook echt het idee dat er bepaalde zaken die je nu niet kan oplossen, loopt er gerust van weg. Hè? Het ligt niet helemaal in je aard om van dingen weg te lopen of om er geen aandacht aan te geven. Maar er lijkt een bepaalde kwestie te zijn waar je alles aan hebt gedaan wat jij hebt kunnen doen. En dat mag je ook voor jezelf meenemen. Hè, soms is het zo dat het beter is om het even los te laten, om echt iets anders te gaan doen en gewoon bij jezelf te weten dat jij er alles aan gedaan hebt wat je hebt kunnen doen. Anders loop je namelijk de kans dat je zelf gaat piekeren en dan heb je eigenlijk niet de situatie opgelost. Je hebt gewoon een extra probleem voor jezelf gemaakt. En dus probeer dat ook voor jezelf echt goed naast elkaar te leggen. Je hebt sowieso een stuk waar je ontzettend blij mee bent. En je hebt een stukje waar je van weggaat en wat je misschien wel een beetje hartzeer kan geven. Maar het is al met al is het een week waarin je je heel sterk voelt en waar je heel goed je eigen besluiten kan gaan nemen. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.